De Great Barrier Reef ken je vast wel. Maar deze beelden komen uit onze Waddenzee. Ook hier is het biotoop rif te vinden. Een rif is een ondiepte in de zee die gevormd is op een hardere ondergrond. In de Waddenzee is het niet het koraal, maar zijn het schelpdieren die de riffen vormen. Japanse oesters en mosselen groeien heel dicht tegen elkaar aan. Zo vormen zij stevige banken. Ze vormen dichte ketens die bestand zijn tegen de sterke stroming en golfslag van de zee. Deze oester- en mosselbanken vormen een soort rotsige ondergrond voor veel zeedieren. Zoals zeeanemonen, zeepokken, garnalen en kleine visjes. Die anders geen geschikte leefomgeving zouden vinden in de wereld van zand en slib. Mosselen en oesters bouwen voor zichzelf een aangename omgeving, maar ook voor anderen. Biobouwers dus. Ecologisch van enorm groot belang. De biodiversiteit is hier heel groot. En dat weten vogels ook. Een heerlijk buffet dat met eb vaak boven water uitsteekt. Rondom een rif komen veel meer vogels voor dan op een zandplaat. De laatste jaren ontstaan er op steeds meer plekken in het Waddengebied natuurlijke riffen. Een goede ontwikkeling die belangrijk is voor het voortbestaan van veel diersoorten.